Ja, lieve vrienden, de smoothies klaar. Ik heb het boel gelijk ook maar weer opgeruimd en is dat ook maar weer aan de kant. Op de afwas nou, ziet het er spik en span eruit en de smoothies zitten in de bekers. Ik laat het jullie eventjes zien. Een smakelijk smoothie. Enkel in de ene zit, daar, die zit vol en die andere is niet vol. Maar het maakt niet uit, het is toch alleen maar voor mij. Ja, ik heb geen bezoek gehad. Aster, die is niet geweest, want die had het anders vandaag. En vrijdag komt voor later. Nou ja, dat maakt niet uit. Ik heb toch visio. Ja, dus. Maar het ziet er lekker uit. Maar het is ook nog een keer lekker, want ik heb al voorgeproefd. Ja. En met een theelepeltje geproefd, kijken hoe het smaakte. En het was niet alleen een appel en... Ja, dan ben ik weer die naam van dat ding kwijt. Van het apparaat. Nou ja, jullie weten wat ik bedoel. Sinaasappel, maar ik heb er ook nog wat stukjes ananas er doorheen gedaan. En die Griekse yoghurt. En, hoe heet dat? Havermout. Ja, dat zit er allemaal doorheen. Lekker, lekker, lekker gezond. Dus ja, wat wil men nog meer dan enkel maar gezond eten hebben? Of gezond drinken of wat dan ook. Dit is gezond, zelfgemaakt. Niet gekweekt, komt wel uit de winkel. Ik kan het niet, mijn man die had het wel gekend. Maar ik kan niet. Nee, helaas. Pindakaas. Maar het is niet anders. Ik heb wel een moestuin, maar kweken kan ik niet. Nee. Moet ik wel van anderen hebben die dat willen doen voor mij. En heb ik die niet, nou ja, dan staat die moestuin leeg. Maar weggaan doet hij niet. Mijn mannetje heeft het met zijn eigen handen gemaakt, dus die blijft mooi staan. Beschermd tegen kat en hond. Er krijg geen hond. Ja, de hond die kan er wel tegenaan piezen, maar de kat die kan het niet als kattenbak gaan gebruiken. Nou ja, en groenten enzovoort, je was er toch. In een moestuin van de gemeente, als je zo'n moestuin hebt, in zo'n tuinrij komen ook katten, komen ook honden. Ja, en vooral die katten, vooral s'nacht, die s'nacht buiten leven. Nou ja, dan moet je toch je groenten en alles moet je wassen. Ja, toch? Dan, maar nou kennen de katten er gewoon weg niet bij. Wat is een wijfie? Wat is er, mijn prinsesje? Hé, hey, had je wat te melden? Hé, hey, had je wat te melden, schat? Wat een dikkie dan, hè? Ja. Zeg maar, ik wil aandacht. Hé, hey, ik wil aandacht. Wat een dikkie, hè? Ja, dan lieve vrienden, ik ga zo meteen even een beetje weer nemen tot me. Ik neem enkel die beker die minder vol is. En dan ga ik eventjes buiten in het zonnetje zitten. Ja. Ik heb het zonnetje in de tuin, dus ga ik lekker even van genieten, ik zou zeggen. Tot straks. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is prachtig mooi weer. En daarom wens ik jullie ook een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag zondag 7 april en het is 13:33 en dan krijg ik visite. Ja, ook dat nog. En ik zit nog te eten, maar ik ben zo druk bezig met alles. Ik heb geveegd en gedaan. Frodo die zit daar met een kap om. Ja, want die had vandaag weer wat gedaan. Dus. Maar ik moet helaas weer gaan met die banaan, dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Het zit op het haakje. Zo, lieve vrienden, ik zit weer alleen. De rust is wedergekeerd. Ik kreeg dus dubbel visite. Visite wat afgesproken was. Mensen die ik ken van de kerk kwamen gezellig op visite. Maar ik kreeg nog een telefoontje. Ook van een meneer van de kerk. Kom even een plantje brengen. Ben je thuis? Omdat ik dus ziek ben, kreeg ik een plantje. Nou, hoe lief is dat? Hij is maar even gebleven, een bakje koffie, en toen is hij weer gegaan. Die andere mensen die zijn net weg. Ik heb net de boel opgelopen te ruimen. Maar dan kreeg ik twee hele mooie kaartjes van met een tekst. Die wil ik jullie even graag voordragen. Maar de televisie staat aan, dus die zet het tenminste aan. Even het geluid uit. Zo, die is stil. Dan wil ik dat even voordragen aan jullie. Ik moet het natuurlijk wel even lezen, want anders gaat dat niet, hè? God heeft een plan met jou. Je bent niet zomaar hier. God heeft met jou een plan.
dat had hij al bedacht voor jij hier op de aarde kwam. Je bent als een stukje van de puzzel. Je past precies op de juiste plaats. Soms moet je even zoeken, want dan zit je ernaast. Maar God is jouw hemelse vader, die alles van ieder stukje weet. Ook jij mag in zijn... Dat kan ik even niet lezen, want het glinstert. Even geduld. Ook jij mag in zijn plan niet ontbreken. Anders wordt het puzzel niet compleet. Luister maar goed naar God, de maker. Zijn puzzel is nog lang niet klaar. Maar jij past erin, dat is zeker. Jezus wijst je de weg. Volg hem maar. En dan heb ik nog een kaartje met een kleinere tekst erop. En ook lichter van kleur, dus ook beter te lezen. De letters zijn weer donkerder. In het licht. Niet in de schaduw hoeven staan. Er zijn zoals je wezen mag. Mooi en helemaal zoals je bent. Een schepsel van God. Door die jou onder zijn zon heeft gezet. Mooi of niet mooi? Ik vind van wel. Ik ben er blij mee. Ja, doet mij goed. Twee mooie teksten. En dat vind ik niet mooi. Oh, gaat alweer weg. Nee, ook lekker. Belangrijk dus. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ben blij dat ik ook wel weer rust heb. Want ik heb wel, want die vrouw die er was, die is heel, heel erg druk. Te druk. Ja. Waar te voor staat is niet goed, behalve tevredenheid. Dat ik heb wel, nou, meestal hoofdpijn erdoor. Dus ik ga in alle rust, ga ik even, nou, van de rust genieten. Televisie even aan, staat aan, maar eventjes lekker onderuit. Bij Frodo hangen. En televisie kijken, even niks. Even helemaal niks. En dan moet ik zo meteen ook vandaag in ieder geval de camera weer leeghalen, want er staat... Geloof ik nog van vrijdag op, er staat van gisteren op. En vandaag moet erop blijven, want ik ben vandaag nog niet klaar. Nee. Ik had ook zitten te denken, zal ik nog even weg, maar het is alweer 4:10. Ja. En ja, waar moet je om deze tijd nog naartoe? Weet ik niet. Dus ik blijf lekker thuis. Ja, anders moet je die booster weer pakken. Even geen zin, even lekker niks doen. Ja. Blijven gewoon lekker bij Frodo thuis. Ken die zijn kap af, want had de kap nou nog aan. En dan ga ik gezellig bij Frodo zitten. Ja toch? Moet kunnen. Ze zegt tot later. Doei doei. Ja lieve vrienden, ik was dus alweer een tijdje alleen, zoals jullie al wel wisten. Maar ik wil jullie nog even wat laten zien. Ik had dus dubbel visite gekregen. Eentje, tenminste een gezin. Wat afgesproken was, die ik heb leren kennen door de kerk. Maar ik heb dus ook nog bezoek gehad van een meneer, die belde me eerst ook op, dat heb ik jullie ook al verteld, met een plantje. En dat wil ik jullie even laten zien. Ja, ik vind het echt leuk. Ook de bak vind ik mooi. Maar je moet wel uitkijken, want hij geeft krassen. Dus met twee handen optillen in principe. Nou ja, het is echt een paarsstukje, hè. Ja, wat dit is. Katjes. Ja. Die ken ik niet. Maar volgens mij is die ook geel gespoten of zo. Ik weet het niet. Maar die ken ik niet. Heb ik nog nooit gezien. Twee leuke eitjes erbij in. Ik leg er gewoon bij in. Ja, het zijn eigenlijk drie plantjes. Ja, ik denk dat dit zijn gewoon stokjes, hoor. Die doen er hier niks in. En een kaartje van Gods zegen. En daar staat ter bemoediging en een hartelijke groet van de lichtbaken, de kerk. Dus ja, ik maak reclame voor de kerk, maar ik krijg er niet voor betaald. Nee, dat doe je uit liefde. Oh, hij is wel zwaar hoor. Jongen, nog een toe. Maar hij is echt mooi, of niet dan? Ik vind van wel.
Dus ja, lieve vrienden, ik ben er blij mee. En ik zal hem weer op zijn plek zetten waar hij stond. Oh, hij is echt loodzwaar. Ik moet daar een plekje voor zoeken. Ik had er al eerder eentje gekregen. Die is in de loop der jaren dood gegaan. Die stond daar in de hoek waar nou die Amaryllis van Corrie staat. En, maar ja. Er moet ook weer een bart eronder. Dan moet je maar net een fatsoenlijk bart vinden die eronder kan. Want ik wil geen kras op mijn tafel. Nee, wie wil dat wel? Maar oké, ik ben er heel, heel blij mee. Ik vind het fijn. Ik vind het leuk. Ik vond het gezellig. Maar wel vermoeiend en druk. Dat ik ben nog moe. Ik heb wel mijn camera leeggehaald op van vandaag na. Ik ga zo meteen wel ook even een filmpje al renderen. En dan eens kijken hoe ver ik kom, want het is ook alweer 17:35. Ja, 5:30 geweest. Dus ja, zometeen ook weer etenstijd. Dus ik ga zo, ja, ik heb een kliekje van gisteren nog over. En ik heb nog een kliekje in de koelkast staan van afgelopen week. Dus dat kan ik morgen weer eten. Ach, het komt allemaal weer goed en komt allemaal weer op. En hoef ik geen eten te koken. Ja toch? En toch warm eten. Daar ligt ons prinsesje lekker te slapen. Nou ja, slapen, wat heet. Miauw. Is het zo? Oh. Oké, okay, ja, nou weet ik het. Dus ja, lieve vrienden, ik zal verder proberen te genieten van mijn dag. Ik heb wel dus ook hoofdpijn erdoor gekregen. Ik heb medicijnen ingenomen, maar dat wil niet 1, 2, 3 vlotten. Omdat ze werk te doen of zo, ik weet niet. Maar het komt ook allemaal wel weer goed. Ja hoor, ik zit er niet over in. Ik heb het al, ik weet niet hoe lang, ik heb het al jaren, dat ik het hoorde, dat mijn moeder was overleden. Die dag kreeg ik hoofdpijn. En die hoofdpijn is nooit meer overgegaan. De ene keer kan ik er mee dealen, de andere keer kan ik er niet mee dealen. Maar ik loop wel dagelijks met een hoofdpijn rond. Maar ja. Ik kan de pret niet drukken, nu. Ik ga gewoon door met die banaan. Ja toch? Maar ik lust ook geen banaan. Hoe doe ik het dan? Ik ga gewoon door. Ja, nou, verzin maar eens wat. Maar oké, ze zeggen tot strakjes maar weer. Doei, doei. Geniet van jullie avond. En het is nog steeds prachtig mooi weer. Dus ja, doe wat leuks, gezelligs. Ja, ga erop uit, weet ik veel wat. Oké, tot later. Ja, lieve vrienden, de tweede vlog die staat ook al op YouTube. Die heb ik ook vandaag gerenderd en naar YouTube gebracht. Twee stuks vandaag. Zometeen ga ik van gisteren nog doen. Dat ik gisteren bezoek had van Wim. En dan is denk ik van vandaag nog. Dus ja, er zal wel weer dagen ook aankomen in het verschiet. Dat er geen vlog online komt, omdat ik gewoon dan nog niet heb. Nee. Dus zo nu en dan eens een keer. Ja toch, verrassing. Ja, gewoon een verrassing. Als er eentje online komt. Jullie horen dat vanzelf wel. Jullie krijgen vanzelf wel een berichtje. Dat er weer een vlog online is gekomen van mij. Ik ben met koffie bezig. De soeppan die staat ook met een warme rookworst. Tenminste een rookworst erin. Mijn eten die staat klaar dat ik in de magnetron in. En ja, dan hebben we zo meteen een lekkere stamppot met een rookworst erbij. Lekker, 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 lekker. Ik zal zo meteen mijn schort omdoen. Want ik ga niet eten zonder mijn schort. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Avond is het al. Ik ben mijn dag. Het is alweer 19:48. Bijna 8 uur. Ik ben laat, ja. Maar het doet er niet toe. Ik ben gewoon aan het werk geweest op de computer. En even een spelletje gedaan op mijn mobiel. En nou is het even wachten op mijn rookworst dat die warm is. Dan kan ik mijn eten in de magnetron doen. Dat is ook zomaar warm. En dan kan ik eten. Ja, lekker, lekker, lekker. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Zeg mij wel trusten allemaal. Wij gaan een bedje toe. Hé? Ja. Ja, lieve vrienden, het is weer lekker laat, tenminste wat heet. Het is mijn horloge,
0:53. Ja, dus lekker op tijd voor mij een keer om naar bed toe te gaan. Morgen weer hopelijk bij tijd eraf kunnen komen. Ook om 11 uur, zover ik weet, komt mijn begeleider Jack van Cerelo weer. Dus ja, dan hoop ik dat ik er toch uit kan komen, hè. Dat ik niks mankeer, dat ik me goed voel. En ik hoop dat morgen ook mooi weer is. Ja, ook dat. En morgenmiddag komt Astrid weer. En die gaat nog even zijn lampenkap opkrijgen en naar buiten toe. En als die weer buiten is geweest, weer binnen is, gaan we lekker naar bedje toe. Zo zeggen, wel trusten en geniet van je nachtrust. En graag tot morgen. Doei, doei.